Willem II is vandaag begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Tilburgers promoveerden van de Jupiler League naar de Eredivisie en willen daar voorlopig blijven. In het stadion in Tilburg is sportverslaggever Job van der Zon. Job, ja, jij was bij de eerste training. Zijn ze klaar voor de Eredivisie? Ja, die eerste training is nog bezig, Steven, om op je vraag antwoord te geven. Daar kan ik ja en nee op zeggen. Ja, kijk het stadion hier achter je. Kijk de historie, de achterban. Kijk Tilburg, dat is een eredivisiewaardige stad. Maar ook een beetje nee, want er zijn zorgen. Er is geen hoofd- en shirtsponsor. Dus ze weten nog niet met welk budget ze komend jaar aan de slag kunnen gaan. En dat, ja, dat baart ze toch wel een beetje zorgen hier in Tilburg. Ja, spits en topscorer Ruud Boijmans is vertrokken naar FC Utrecht. Dat lijkt me ook een flinke aderlating voor de ploeg, hè? Dat is het ook. 26 doelpunten uit mijn hoofd gescoord afgelopen seizoen in de Jupiler League. Willem II had hem graag willen behouden. Tilburg had Boijmans in het hart gesloten. Maar Boijmans kreeg een aanbieding bij Utrecht. Een club die nou eenmaal net iets hoger aangeschreven staat. En dus vertrok hij naar Utrecht. Dus het Willem II een beetje met een probleem. Er moet nog een nieuwe spits komen. Er moet ook een nieuwe doelman komen. Willem II heeft nog geen keeper voor komend seizoen. De naam van Kostas Lamprou van Feyenoord die zingt dan hier rond. Maar goed, al met al is het voorlopig nog niet bekend met welk budget Willem II kan gaan winkelen. En dus is het een groot vraagteken dat hier boven het stadion hangt. Ja, maar goed, Willem II in de Eredivisie, is dat al aanleiding genoeg voor Tilburgers om massaal een seizoenskaart te kopen? Op dit moment zijn er ruim 4600 seizoenskaarten verkocht. Dat is weliswaar 500 kaarten meer dan het afgelopen seizoen rond deze tijd. Moet ik bijzeggen dat Willem II toen natuurlijk een Jupiler League club was. Kijk, weer het seizoen daarvoor, toen Willem II al gepromoveerd was, waren er bijvoorbeeld weer 1000 kaarten meer verkocht. Dus wat dat betreft loopt het nog niet echt storm in Tilburg. Maar goed, we hebben nog even een week of 7 tot de eerste wedstrijd, 10 augustus, hier in eigen stadion tegen PSV. Tot slot, je had het er net al heel eventjes over, want het is namelijk niet voor het eerst afgelopen jaren dat Willem II promoveert en vervolgens weer degradeert. Wat is nu de verwachting? Blijven ze erin? Ja, dat is allemaal afhankelijk van het budget waarmee Willem II straks kan gaan winkelen. Als dat bekend is, zal sowieso te horen zijn dat overleven de devise is. Willem II wil gewoon in de Eredivisie blijven. En het geluk daarbij is dat wat kleinere clubs als Excelsior, als FC Dordrecht ook gepromoveerd zijn. En daar kan Willem II het iets makkelijker tegen opnemen dan de grotere namen als NEC en Rode JC die eruit gevlogen zijn. Maar al met al overleven is het devies. En daar gaan we gewoon vanuit. Job, dankjewel.